Ja, het is theater voor de jongeren onder ons. De meest jongeren is het eigenlijk ook wel. Artistiek directeur Lise Kuip hebben wij vandaag hier. En Roland Dekkers, dat is zeg maar de chef nieuwe plannen. Chef nieuwe plannen, ja. Van Bond en Rond. Ja, zeker weten. Ja. Van harte welkom ook. Over die nieuwe plannen gaan we het zo meteen ook hebben. Maar eerst eventjes artistiek directeur Lise. Hoe fijn is het dat het weer kan? Dat het gaat beginnen? Ja, even een korte correctie. Ik ben niet artistiek directeur, maar ik ben de persvoorlichter. Onze artistiek directeur is helaas ziek. Dus, dacht dat je dat net zei tegen mij. Vandaar, ik heb het ook blind in zin. Geen probleem. Maar hoe fijn is het dat het weer kan? Ja, echt super. Ja, we hebben natuurlijk een jaar op de bank gezeten eigenlijk. En wel doorgerepeteerd, de kostuums gemaakt, de decors gebouwd. Maar we konden niet spelen. Ja. Dus dat het nu weer kan, ja, het is echt een soort van explosie van creativiteit. Maar hebben jullie ook het gevoel dat je een beetje achterloopt op de feiten? Want eigenlijk waren jullie 2 jaar geleden al klaar voor wat er nu gepresenteerd wordt. Moet ik het zo zien? Ja, we plannen inderdaad heel erg vooruit. Dus ja. Wat wij komend seizoen gaan zien, hebben wij afgelopen jaar gemaakt. Dus ja, het is wel heel fijn dat dat nu eindelijk weer kan. Ja. En ja, het is natuurlijk jammer dat het aanbod van vorig jaar niet onder de aandacht is gebracht van het publiek. Maar wie weet komt dat nog. Maar is het allemaal, Roland, doorgeschoven? Of zijn er gewoon nieuwe ideeën, nieuwe plannen? Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat je thuis op de bank zit met je bloknootje en denkt, oh, dit was ook leuk en dit gaan we doen. Ja, en daar gaan we. Dat is het allerergste. Want corona is heel negatief geweest, maar het heeft ook wel weer positieve dingen. Want je kan heel creatief denken. Ja. Nou, ik zei eigenlijk 2 dingen. We mochten repeteren op een gegeven moment. En dan is de voorstelling af. Maar je mag hem niet presenteren voor het publiek. Nee. Want het publiek mag niet bij. Dat is het allerergste als theatermaker. Ja. Je doet het voor het publiek. Dat is het waar we het allemaal voor doen. Dus die liggen op de plank. Ja, nu gaat het seizoen van start. Ja, dan wil je ook jonge mensen weer een kans geven. Kom met je ideeën, we gaan wat maken. En dan kun je wel zeggen, ja, we hadden vorig jaar dit gemaakt. Dus ja, precies. Leuk. Ja. Maar je wil ook aan die mensen, die willen natuurlijk ook nog voor het publiek, die hebben nog helemaal niet gespeeld. Een beetje dubbelop eigenlijk. Ja, ik zou zeggen, dat is de grote puzzel die we nu hebben te leggen. En misschien wil je juist ook wel voorstellingen maken die allemaal met dit geheel te maken hebben. Wij zitten tenslotte in een andere wereld. Ja, nou ja, dat is het helemaal. Dus we hebben daarvoor een concept bedacht. We noemen dat de geheime club. De geheime club. Geheime club. Heel geheim. Ja. Anders is het niet meer geheim. Ja, ja. En we hebben eigenlijk gevraagd aan mensen, aan jonge mensen, dat je wel eens denkt, oh, maar die kan hartstikke goed zingen. Of die kan zo mooi kostuums maken. Of decor. Eigenlijk zou je daar iets mee moeten doen. Nou, we hebben gezegd, nou, ophouden met dat eigenlijk. We gaan het gewoon doen. Kom maar bij ons. Repetitieruimte. Je krijgt productiebudget. Je krijgt pers erbij. Je krijgt de regisseur erbij. En ga maar maken. En dat hebben ze gedaan. Ze hebben 6 weken bij ons gerepeteerd. Mm. Er is een voorstelling. We weten nog niet wat, want het is een beetje geheim. En dat gaan we brengen. En wij hebben geregeld dat ze 10 keer in heel het land gespeeld worden. Maar wat zijn er voor mensen dan? Zijn dat acteurs, regisseurs, decorontwerpers? Is dat zo'n club bij elkaar? Ja, eigenlijk van alles tussen. Ja, van spelers tot dansers, tot zangers, muzikanten. Maar waarom is het geheim? Ja, Nou, omdat we niet. Kijk, nou ja, kijk, als we ze met name erin brengen naar de theater, zegt theater, ja, maar dat is zo onbekend. Daar komt niemand voor. Of juist dat er een bekende in zit en dat daar alles aan op wordt gehangen. Ja, exact. Ja, en er zit geen bekende in. Hoe groot is die club? We hebben er nu 5 leden. 5 leden. Ja. Ja, dus kijk, theaters willen natuurlijk verkopen, dat snap ik ook. Die zeggen, heb je een grote naam? Heb je een bekend boek? Of heb je dit? Waar gaat de voorstelling over? Gaat het over? Ja. En wij willen juist, alles is geheim. Ja, wij willen volle ruimte geven. Gewoon aan jonge mensen die, ja, die bruisen van talent. Ja. Maar misschien nog niet weten hoe. Maar dan snij je precies een beetje de frustratie aan van de meeste acteurs in Nederland. Ja. Want alleen mensen met naam worden overal voor gevraagd. Ja, dat is. En die zie je dan ook overal in terugkomen. Nou, en dus degenen die onbekend zijn, maar met veel talent, die krijgen geen kans. Ja, nee, eigenlijk een soort van The Voice, maar dan voor theaterland. Ja, ja. Je weet niet wie er achter die stoel staat. En pas als je in een geheime club. De titel die zegt dan precies. Ja, ja. Iets anders is Super Slow. Wat is dat? Ja, dat is onze voorstelling die in het weekend van 9 en 10 oktober in première gaat. Super Slow, dat gaat over angst voor het onbekende. Ouders hebben nog wel eens de neiging om hun kind te beschermen van alles wat nieuw is. Natuurlijk volstrekt vanuit goede bedoelingen. Pas op. Kinderen kunnen heel veel dingen zelf ontdekken. Dus dat is een beetje het thema wat we uitlichten in die voorstelling. En ook daar, het is niet per se theater. Het is ook geen muzikale voorstelling of een muziekvoorstelling. Het is ook geen dansvoorstelling. Het is eigenlijk een combinatie van dat alles. En het is voor peuters, maar ook voor leeftijden daarna.
Maar dus zoals zelfs voor de allerkleinste. Ja, maar ja, wij kunnen een hoop leren van de peuters, hoor. Absoluut. Het is een beetje een ontdekkingstocht. Ja, zeker. Ja, je gaat eigenlijk op reis door het hoofd van een peuter. Ja. Dat is, dus de voorstelling is heel beeldend. En iedereen haalt er weer wat anders uit. Ook bij ons. Jullie maken wel een van de moeilijkste theatervormen eigenlijk. Hè? Voor kinderen is het moeilijkste wat er is. Die zijn zo goud eerlijk ook. Ja. En als het niet boeit en als het niet interesseert, dan draaien ze zich om. En dan gaan ze wat anders doen natuurlijk ook. Ja, absoluut waar. En daardoor het meest spannende. Ja. Ja. En ook het meest uitdagende. Ja. En wat ze zeggen, is, ja, maar theater is zo moeilijk en dat gaat over de hoofd van iedereen heen. Nou, dat kan niet bij jeugdtheater. Want precies wat je zegt, strijd zich om. Ja. Niet leuk. Ja. Hup. Dus dat dwingt je om het spannend te maken, om het leuk te maken. Maar wel omdat het ergens over gaat. Het betekent niet dat je altijd knalhard muziek of bekende dingen doet. Enorme decors moet hebben. Nee, je kunt echt een heel gevoelig, mooi verhaal vertellen. Ja, het moet wel. Ja, het moet boeien. Ja. Als het niet boeit, dan is het weg. Het mogen duidelijk zijn, ze bruisen van energie. Zometeen willen we het ook graag nog heel even over hebben, over die Blind Date Junior. Hoe dat tot stand is gekomen. Ze zijn heel erg begaan met met theater. Theatergezelschap Bonte Hond. Ze zijn heel erg begaan met de jongeren die graag naar het theater willen. De kleuters, de peuters. Heel belangrijk. Want als je jongeren al vroeg opvoedt met theater, heb je er later ook weer profijt van, toch? Ja, absoluut. Kijk, en het leuke is van kinderen, die kijken nog met een open blik. Die zijn nog verrast over de wereld. Die nemen nog allemaal dingen aan. Kijk, wij als oude mensen die hebben allemaal ideeën. Praat voor jezelf. Ja. Zo moet het, of zo zou het moeten gaan. Maar kinderen kijken nog heel open. Ja. Dus wat wij proberen is eigenlijk die open blik zo ver mogelijk te rekken, dat je dat nog als volwassenen ook een beetje houdt. Maar als het verhaal maar goed is. Ja, of als het goed genoeg is om er naar te kijken alleen al. Ja, als het indrukken. Er hoeft niet eens altijd een verhaal in te zitten. Nee. Elk kind haalt er ook weer een ander verhaal uit. Zij maken hun eigen verhaal. Ja. Exact, ja. Het gaat meer om de verbeelding. Maar kijk je dan wel, ik bedoel, dat zul je horen van de spelers of als een regisseur ook. Kijk je dan naar reacties in de zaal? Kijk je hoe kinderen reageren, wat ze doen, of dat hetgene is wat je wilde? Ja. Ja, je weet ook nooit precies wat in die hoofden gaat. Maar we hebben altijd proefvoorstellingjes. Hè? Want je bedenkt iets en denkt, oh, dat is heel leuk. En dan komt de eerste keer zo'n klasje. Dat vragen mensen of zo'n klasje komen. Ja, en dan zitten wij met z'n eigen allemaal niet naar de voorstelling te kijken, maar eigenlijk alleen het publiek in. Mm-hmm. Werkt het? Zijn ze geboeid? Ja, wat je net al zei, draaien ze zich om? Ja. Maar vooral van, prikkelt het? Daar gaat het eigenlijk. Lisa Arnoud, die zei het er straks al. Blind Date Junior. Ja. Wat is dat? Nou, dat is een superleuk concept wat wij in samenwerking doen met theatermaakster Laura van Doorn. Binnen Theaterland is zij een bekende theatermaakster. En zij heeft een concept wat zij al vaker heeft uitgevoerd, Blind Date. En hierbij gaat zij letterlijk op blind date met een persoon met een bijzonder verhaal. Dat kan van alles zijn. Iemand die bij de AA zit, een gynaecoloog, iemand die dakloos is. Maar ze deed dit eigenlijk altijd met volwassenen. En onze artistiek leider Judith Vaas dacht, dat moet anders. Want kinderen hebben ook bijzondere verhalen te vertellen. Dus zo is eigenlijk de co-productie ontstaan. En zaterdag aanstaande wordt Blind Date Junior voor het eerst gespeeld. En de ontmoeting vindt dus pas vrijdag plaats tussen Laura en het kind. Dus Laura weet nu nog steeds niet om welk kind het gaat. Wat voor leeftijd heeft dat kind? Ik weet niet of we dat mogen delen. 8. 8, oké. Okay. Ja. De voorstelling is ook dat hele Bonte Hond is wel in geheimen gerold, hè? Ja, het is één en nul. We houden het spannend. Het is voor ons even werken, hoor. Even trekken om die antwoorden eruit te krijgen. Een geheime verzameling. Maar een leeftijd van 8, 9 jaar, dat is fantastisch natuurlijk. Ja. Die hebben hele verhalen natuurlijk. Ja, ja. En over de eerlijkheid. En het leuke is, zij trekt dus een dag op met het kind. Ja. Helemaal in de wereld, wat beleef je allemaal? En dan de volgende dag treden ze samen op. Dus Lara vertelt dan een soort verhaal. En het kind zit dan daar. En die mag dan de hele familie uitnodigen, vrienden. Dus het wordt echt een hele avond voor haar gast. Ontzettend leuk. En gaat zij dan, zeg maar, dat leven van het kind een soort van analyseren? Of gaat zij vertellen als ouderen over hoe die kinderen van die leeftijd, zeg maar, zich gedragen? Want het is een stand-up filosoof. Dus zij gaat ook een soort van analyse daarop toepassen. Ja, en ze trekt het verder. Ja. Het is dus niet een soort dia-show van, dit heb ik gezien. En Nee. Maar het is echt van wat ze eigenlijk samen hebben beleefd, vertelt zij terug. En ze gaat erop verder filosoferen. Met een gedicht, met een liedje. En een knipoog.
Met een knipoog. Hè? Ja. Dat je een heel portret krijgt eigenlijk van een kind uit Flevoland. Dat vind ik zo leuk, dat we haar hebben kunnen vragen om hier rond te lopen. Ja. En met wie zou je nou eens kennis willen maken? En wat zie je nou in deze provincie? Ja. Maar een kind uit Almere is heel anders dan een kind uit Noord-Oostpolder. Ja, nou, we gaan het ook 4 keer doen. Ja. Hè, dus dit is de eerste keer hier. Knap. En daarnaast gaan we dus 4 keer nog een keer haar vragen. Nou, waar zou je nou heen willen? Wil je naar Urk, wil je naar Emmeloord, wil je naar Zwifterband? Ja. Kom erop, waar? Wat wil je ontdekken? Genoeg reden om dat te doen in ieder geval. Tijd zit bijna op. 1 dingetje nog. De podcast van Bonte Hond, die gaat ook door. Dat is zeker ook succesvol, ja, hè? Ja, dat was afgelopen zomer echt enorm succes. In de zomervakanties, waarschijnlijk in de auto's, op weg naar Frankrijk. Massaal geluisterd. Dus een seizoen 2 komt er zeker aan. Die start tijdens de kerstvakantie. Oké. En wil ik nou eventjes wat teruglezen? Dan kan ik naar een website. Ja, daar vind je alle info. De socials goed in de gaten houden voor de geheime clubhints. Instagram, Facebook. Instagram, Facebook en de website www.bontehond.net. Vind je alle info. Goed. Het kan heel veel zijn. Wil het allemaal nog even rustig ook bij ons terugluisteren? Dat kan ook tegenwoordig. Ook misschien dat ik het ook even terug ga luisteren. Ja, en even op de pauzeknop drukken af en toe ook. Want ze stromen over van ideeën en van enthousiasme. Lisa Kuijf, persvoorlichter van Bonte Hond. Heb ik nu goed gezegd? Ja, helemaal correct. En Roland Dekkers, de chef nieuwe plannen van Bonte Hond. Bij ons is het terug te lezen op omroepflevoland.nl/gemist. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel.